Hey, leuk dat je kijkt. In deze video ga ik je mijn top 10 van make-up producten laten zien. En wel mijn budget top 10. Dus ben je benieuwd naar mijn budget top 10? Blijf dan kijken. We beginnen met de foundation. Nou, een basis is natuurlijk hartstikke belangrijk. En mijn favoriete basis en dus foundation is deze Catrice Photo Finish. Ik heb de kleur 020 Rosy Beige. En deze draag ik voornamelijk in de lente en in de zomer. Nu is hij nog wat te donker. Ik heb hem nu ook op. Maar dan moet ik hem wel echt helemaal doortrekken naar mijn nek. Zodat je niet ziet dat de kleur eigenlijk wat te donker is. Maar het is een hartstikke fijne foundation. Hij dekt ontzettend goed. En hij blijft goed zitten. Hij vlekt niet. Hij heeft gewoon een hele mooie egale finish. Een semi-matte finish ook. Hij glimt niet. Dus super product. En helemaal niet zo duur. Ik geloof 4, 5 euro misschien. Dus echt een budget topper. Dan 2. De poeders. Ik heb 2 poeders eigenlijk. Eigenlijk wilde ik er 1 laten zien. Maar mijn favoriet is momenteel de Catrice All Matte Plus Shine Control Powder. Maar zoals je ziet zit er zo'n dikke pen in. Dat is echt niet normaal. Ik heb echt heel erg een pan geraakt bij deze. En nou ben ik voor mijn site natuurlijk ook producten aan het reviewen. En daarvoor had ik deze ook gereviewd. De Catrice Prime & Fine Waterproof Mattifying Powder. En deze vind ik daarentegen ook erg prettig. Hij is transparant en hij dekt goed. Hij heeft ook een mooie matte finish, zoals je ziet. Het is een lichte kleur, dus hij heeft gewoon een mooie transparante dekking. En dat vind ik echt prettig en fijn. Dat hij waterproof is, ja, dat zegt niet zoveel. Hij is niet echt waterproof, maar de dekking is gewoon hartstikke prettig bij deze. En hij zorgt er gewoon voor dat je een mooie matte finish krijgt. Dus de Catrice All Matte Shine Control Powder. En wanneer deze helemaal op is, ga ik gewoon verder met de Catrice Prime & Fine Mattifying Powder. Dan nummer 3. Mijn favoriete oogschaduw van dit moment is een budget oogschaduw. En het is de oogschaduw van Essence. De All Matte All About Nude, eyeshadow. En het is de kleur 01 Nude. En deze oogschaduw, als ik hem op krijg, ja. Deze oogschaduw heeft gewoon zulke mooie kleuren. Enorme verschillende kleuren. 3 lichtere kleuren, zoals je ziet. En wat donkerdere kleuren. En hier kun je gewoon echt heel erg leuk mee spelen. Je kunt er heel veel verschillende looks mee maken. En het is gewoon echt een nude look. Eerst dacht ik, hele mooie kleuren. Maar die kleuren die zie je heel subtiel terug op je oog. En dat vind ik heel erg mooi. En met name die cranberry kleur. Deze paarse cranberry kleurige kleur vind ik echt super mooi. Echt heel mooi gedaan. Ik ben echt heel blij met dit palet. En ik gebruik hem ook echt heel vaak. Dus zeker een budget topper. Dan nummer 4. De mascara's. Mijn favoriete mascara budget is de Evelyn Cosmetics mascara. De Volume Celebrities mascara. Dat is deze mascara. Hij ziet er zo uit. En heeft zo'n borsteltje. Heel fijn. Loopt een beetje in een zandloperfiguur. En daardoor kun je heel mooi alle haartjes separeren. En toch voldoende volume aanbrengen. Maar nou vind ik deze, ik vind hem moeilijk om mee te tellen. Omdat ik weet dat hij niet overal zo makkelijk te verkrijgen is. Dus daarentegen heb ik ook een andere budget topper. En dat is voor mij de Essence Lash Mania mascara. Dit vind ik ook een erg prettige mascara. Doet gewoon wat hij moet doen. Geeft volume, separeert. En dat is eigenlijk wat ik prettig vind. Het is een heel fijn kammetje ook. Zodat de haartjes heel erg goed gesepareerd worden. Waardoor je een mooie, volle, open ooglook krijgt. Dan nummer 5. Dat zijn de eyeliners en oogpotloden. Ik vond ze een beetje hetzelfde, dus vandaar dat ik ze bij dezelfde categorie heb geplaatst. De eyeliners als eerst. Ik heb er 2. Ik kon niet anders. Ik zal je uitleggen waarom. De Essence Superfine Eyeliner Pen. En hiermee zet ik zeg maar een strak lijntje. En omdat deze heel erg smal en dun is, zoals je ziet,
vind ik hem nogal moeilijk om daar ook een wing mee te maken. Dus wat doe ik dan? Voor de wing gebruik ik een andere eyeliner, de HEMA eyeliner. En deze heeft gewoon... Zo, die zit vast. En deze heeft gewoon een wat stijver pennetje. En ja, dat vind ik wat prettiger om mee te werken. Hij is echter weer te dik om een mooi minimalistisch lijntje mee te maken op je oog. Dus daarom gebruik ik hem weer niet voor op mijn oog, maar wel om de wing mee te maken. Omdat hij gewoon een stijver pennetje heeft en daardoor kun je gewoon makkelijker en strakker de wing maken. Dan het oogpotlood. En het oogpotlood wat ik prettig vind is het HEMA Waterproof oogpotlood. Dit is gewoon een zwarte kleur en waarom ik dit zo prettig vind is omdat ik vaak oogpotlood in mijn waterlijn doe. En dan moet hij natuurlijk waterproof zijn. En ik heb er ook eentje van de Action, die is ook wel fijn, maar wanneer je die onderaan brengt dan loopt hij wat uit. En dat doet deze van de HEMA daarentegen niet. Hij heeft een heel prettig draaivlakje, zeg maar. Je kunt hem gewoon makkelijk draaien en dan komt het pennetje eruit. En ja, hij is gewoon waterproof. Hij blijft goed zitten en vlekt niet daarentegen. Dus heel erg prettig. Nummer 6, de wenkbrauwen. Nou, voor de wenkbrauwen heb ik dit kitje van Catrice. Ik denk dat dit een favoriet is van heel veel mensen. En voor mij ook echt een budgetfavoriet. Er zitten twee kleuren in, zoals je wellicht misschien weet. Een donkerdere en een lichtere kleur. Ik gebruik vaak de lichtere kleur. En wanneer ik mijn wenkbrauw echt hard wil aanzetten, dan gebruik ik de donkerdere kleur. Of je kunt ze mengen met elkaar, ook fijn. En er zit gewoon een heel fijn kitje bij, wat prima is om mee te werken. Gewoon echt de beste budgetpoeder, vind ik. Nummer 7, de blush. Mijn favoriete budget blush is deze van Catrice. De Multicolor Blush in de kleur 060 Strawberry Frappuccino. En ik gebruik hem echt heel veel. Je zult het zo niet zien, maar misschien van de zijkant zie je toch wel een beetje een deukje erin. Het is een fijne blush. Hij geeft een hele mooie subtiele kleur. Een hele frisse kleur. En door de kleuren, je kunt de kleuren apart gebruiken, maar je kunt ze ook vermengen met elkaar. En daarom vind ik hem gewoon heel prettig, omdat je zelf kunt bepalen hoe licht of hoe donker jij de blush aanbrengt. En hij geeft je gewoon echt een hele mooie frisse look, zeg maar. Hij oogt gewoon heel fris op je gezicht en daarom vind ik hem gewoon hartstikke fijn en hartstikke mooi. Nummer 8 is de bronzer. Nou, mijn favoriete budget bronzer is die van de H&M. Hij is enorm gepigmenteerd, dus je hoeft er heel weinig maar van aan te brengen. En je moet hem daarom wel heel goed uitblenden. Ik probeer hem open te krijgen. Om jullie te laten zien hoe hij eruit ziet. Hij ziet er zo uit. En dit is Gorgeous Tan. Volgens mij, ik weet niet of je er meerdere kleuren van hebt. Maar dit was toen de enige kleur die ik zag. Echt een hele mooie poeder bronzer. En hij is gewoon goed om mee te werken. Hij geeft gewoon voldoende pigmentatie af. En hij past gewoon ook mooi bij mijn huidskleur. Hij is misschien wellicht een tikkeltje te donker. Maar wanneer je er gewoon niet zoveel van aanbrengt, dan is hij goed om mee te werken. Dus je kunt er beter te weinig van aanbrengen. Zodat je hem kunt opbouwen in plaats van dat je er gelijk heel veel van aanbrengt. En ik geloof dat deze bronzer uit mijn hoofd ook iets van €4,95 is of zo. €3,95, €4,95 misschien. Niet duur in ieder geval en werkt gewoon heel erg fijn. Nummer 9 alweer, de highlighter. Nou, ook hier van H&M. Ik weet niet, maar de H&M heeft eigenlijk best ook wel goede budgetproeven make-up. En ik vond de bronzer gewoon heel prettig. Ze hebben fijne blushes en die vind ik toch... Ik vond de Catrice blush net iets fijner werken en net iets prettiger. En de highlighter van de H&M vind ik ook echt super mooi. Echt een van de mooiste highlighters die ik heb. Een hele mooie shimmer zit erin. En hij is gewoon heel erg prettig om mee te werken. Hij geeft echt een hele mooie glans. Hij heeft heel veel glansdeeltjes in zich. Dus hij is wel echt, het is echt een highlighter. Je zou hem ook kunnen gebruiken voor op je wenkbrauwbot. En hij is gewoon echt heel erg mooi. Heel fijn om mee te werken. Ik denk dat je hem zowel voor koele als warme ondertonen kunt gebruiken. En budgetproof weer. Dus een toppertje. Laatste nummer 10. De lippen.
De lipstick vond ik echt heel lastig. En uiteindelijk heb ik toch de Ultimate Color lipsticks van Catrice gekozen. Ik heb wel meer goede gepigmenteerde lipsticks die goed dekken. Maar die blijven dan weer net niet lang genoeg zitten. Die gaan na 2 tot 4 uur eraf. En ja, dat vind ik toch eigenlijk ergens wel jammer. En deze van Catrice, die lipsticks, die blijven echt goed zitten. Blijven ook lang zitten. Dekken heel goed. Zijn goed gepigmenteerd. Ja, eigenlijk alles wat je van een lipstick wil en verwacht. Een van de van mijn favorieten van Catrice Ultimate Color Line is de Mad About Pink. Die zag geloof ik helaas uit. Maar gewoon ja, echt een ontzettend mooie matte kleur. En ja, echt super. Blijft goed zitten, oogt heel mooi, droogt niet uit. Dus een hele mooie lipstick. Lipglossen daarentegen zijn van Essence. En ja, mijn favoriete lipglossen van Essence zijn de XXL Long Lasting lipglossjes. Mijn favoriete kleuren zijn de matte Soft Nude. Vind ik een hele mooie kleur. Een hele natuurlijke kleur vooral. Past bijna overal bij. En zo ook deze. Dit is geen matte, dit is gewoon echt een lipgloss. En dit is 3 Very Berry. En dit is meer een ja, wat rozigere lipgloss. Een beetje een soort Barbie kleurtje. Barbie kleur wil ik niet echt zeggen, want wanneer je hem op hebt is het niet echt een Barbie kleur. Maar hij oogt zo wel een beetje als een Barbie kleur. Maar hij is gewoon echt heel mooi. Hij geeft een hele mooie subtiele roze gloed over je lippen. En ja, past ook vrijwel bij iedere ooglook, bij iedere look sowieso. En de lipglossen zitten gewoon prettig. Ze blijven ook best wel lang zitten, zeker 2 tot 4 uur. En ja, eigenlijk alles wat ik zoek in een lipgloss heb ik hierin. De van de budget variant. Dit zijn mijn twee budget lipglossen. Dat was alweer mijn top 10 van budget make-up producten. Ik hoop dat je dit filmpje leuk vond. En ik wil je weer hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. En je blijft dan helemaal up-to-date voor nieuwe filmpjes. Een duimpje omhoog wanneer je dit videofilmpje leuk vond. En dan zie ik je graag snel weer. Doeg! Hey, leuk dat je kijkt. De VIP-box is weer binnen. En ik ga dus voor jullie weer een unboxing doen.